Ho, 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 mensen. Welkom terug bij de laatste 5 rondes van Boot Hound & Bash. Vorige aflevering heb ik gezien hoe DK zo nog mijn eikel is geweest. En onze munt heeft, en onze ster heeft gejat. Maar nu moeten wij bang zijn. Dat wij, shit! Nu is ster nog gratis. Maar nu moeten we bang zijn dat we heel deze ronde gaan verliezen. Tenzij ik even 8 munten erbij gekregen. Maar nee, dat mag blijkbaar weer niet, want dan word ik weer weggejiet. Dan word ik weer weggejiet gewoon. Want het is nou helemaal de andere kant van de map. Ik heb geen enkele mogelijkheid om, dus tenzij ik die ster terug kan jatten. Kijk, dat ik die coins dan krijg, boeit me niet zoveel nu. Boeit me nu niet zoveel meer. Wat mij nu boeit, is dat ik die ster terug krijg. Sta ik helemaal hier? 4, 3. Waarom kom ik op groene vakjes? Nee, dat haal ik niet. Ik moet het eigenlijk niet doen. Moet ik eigenlijk niet doen. Nou, dat maakt me niet uit waarheen. Boink, hier. Op jou bij zijn kop. Nee, moet ik dat wel doen? Want wat ik moet doen is eigenlijk gewoon die sterren halen. Ik moet die sterren hebben. Ik moet die sterren hebben. Eigenlijk had ik die lamp eigenlijk moeten halen. Maar ik wil eerst 10 extra munten, zodat ik ook gewoon één keer die ster kan betalen. Oh, die sterren zijn gratis. Sukkel. Ik ben echt een idioot, jongens. Echt. Ik vergeet even op het moment dat die sterren gratis zijn. Het maakt niet uit. En trouwens, hier had de minigame niet uitgemaakt. Want dit zijn minigames die me al drie, lagen. Nee, maar jongens, het gaat eigenlijk niet zo goed in de dingen, want ik moet weer een minigame winnen. Want ik heb 2 minigames op rij verloren, vorige aflevering. Kom maar. Wario, nokken! Luigi komt er mij af. De Wario gaat weg. Even kijken. Daar gaat DK, Wario weg. Ja, dit kan mij eigenlijk niet met misgaan. Hoppa, hop. Woehoe! Yeah! Ah, let's go! Let's go! Nou, dit hebben we ook weer gewonnen. We hebben in ieder geval weer gewonnen. We hebben in ieder geval weer een minigame gewonnen, jongens. We beginnen altijd weer sterk. Nou, we staan wel weer fucking laatste. Alleen, dat brengt op dit moment echt helemaal niks. Ik ga die Magic Lamp halen. En ik ga een ster halen, want dat moet. We moeten een ster hebben, jongens. Oké, dit vind ik mooi. Waarom ga je dat doen? DK heeft 3 munten. Als je dat maar Wario had gedaan, dan had ik het gesnapt, maar ja, dit snap ik dus eigenlijk voor 1 meter. Oh, hij gooit ook voor 18. Dat vind ik ook echt nog best knap ook. Boink. Ook al zou je brood fucking komen, die munten sowieso al als buffer gehad deze ronde. Wat? Krijgt hij een mini? Lekker boy, bitch. Het is ook wel leuk dat Wario echt net een vakje boy ster. Zo landen, want dan kan ik gewoon. Dan kan ik die ster voor zijn neus jatten. Oh, fijn, lekker. We krijgen wel een munten. We krijgen wel munten. Oh, waarom ben ik... Oh jee, waarom? Waarom? Dit is de tweede keer dat je hier op land. Take that. Later.
Ah, goddammit. Oh, we moeten ook tegen hem. Wat was de... Ah, waarom die? Hadden we die vraagtekens gegeven? Maar jongens, we moeten even heel gauw die Mr. Glamp halen. En dan, die ster pakken. Hoe in ieder geval de dingen eindigen met een ster. Dit is echt niet hoe een voetbalstadion echt erin zit zitten, jongens. Want u weet het misschien zelf ook wel. Een voetbalstadion het echt. Waarom? Waarom is dat... Waarom schiet ik mis? Waarom schiet ik mis? Ja, laat maar zitten. Die kick geeft me munten. En de enige reden waarom hij nog steeds munt deed... De enige reden waarom hij net tevoren had ik de munten gehad deed om mijn ster te jatten is puur... Omdat de game mij niet gunt... Dit te doen. Ik heb nog drie beurten om die ster... Ik heb eigenlijk nog drie beurten om die ster te pakken eigenlijk. Anders ben ik gewoon zwaar genaaid. Want die coins zag ik denk ik niet meer dat ik ga krijgen. Die krijg ik even die twee clowns boven denk ik. Wario van Luigi. Dus ik moet wel die... Dus ik moet deze van krijgen. Dus ik moet deze ster van krijgen. Hij gaat die lamp pakken. Oh ja, ja, dan komt op munten aan en dan verlies ik het. Of ik moet nu nog drie rondes winnen. Dit hier hou ik van. Maar ik moet die munt... Ik moet... Ik ben lang met een Wario eigenlijk niks gooien. Wario gooit echt niks. Ik moet hoog gooien dat 2. Nou, 7. Dat moet wel lukken, toch? Geef mij de lamp. Geef mij de magic lamp. What the fuck? What the fuck? Dan doe ik deze maar. Nu de game gunt mij gewoon echt niet. De game gunt het mij niet. Dan ga ik maar naar Wario toe. Ik ga naar Wario toe en jat zijn munt volgende potje. Ja hoor, tuurlijk. Oh, hij doet het ook nog kei goed. Ik hoop echt dat jij 2 gooit, jongen. 4. Echt, die dingen hebben alle afleveringen uitgestaan. Echt, dit is humor. Het eerste wat ik ga doen is Wario zijn munt te jatten. Hide them, go boom. Oké, dat vind ik wel mooi. Oh, wat typt hij nou weer? Wat op? Even kijken, wat typt hij nou weer in de dingen? Ik weet niet waar ik in zit. Ik heb een beetje random gedrukt. Want volgens mij... gebeurt er wel vaker. Dat hun ook gewoon random gaan. Dus ik weet niet waar hun in zitten. Oké, hij zat in ieder geval alleen. Daar ben ik al lang blij mee. Nu moet ik alleen hopen dat ik niet met die domme paarse langpoten in dezelfde dingen zit. Ik heb zo'n nagevoelgevoel. Ik heb ze nog steeds naar gevolgd dat wij bij elkaar zitten, dat hij hem hier heeft. Oh jee, please, please. Anders niet bij elkaar, niet bij elkaar, niet bij elkaar.
Lekker, niet bij elkaar. Nu heb ik deze minigame op de streep gehaald. Maar kijk, de minigames dan krijg ik sowieso wel. Maar het enige wat ik moet doen, die coins dan krijg ik, ben ik bang niet. Want ik moet dus die happening star even krijgen. En de minigame star. De minigame star krijg ik sowieso wel. Dus dat is sowieso 1 ster. Maar normaal is die DK is gewoon een vieze nicht. Die DK is echt gewoon een vieze nicht. Nu ben ik ook nog kut dat hij zijn ster gratis krijgt. Dat was ook nog fijn geweest als die sterren nog gewoon... Dat is ook fijn geweest. Dat die stand nog goed 20 munten had gekost, want al had hij nu misschien daar niet de meeste munten gehad. Ha, iemand. Ha, nice. Dat was ook weer humor. Dat was ook een humor. Ik had toen, ik heb de laatste keer gezegd, ik had een keer iets gezegd en die heeft nu al 50... Oh my god. Ik moet eigenlijk nog 1 minigame wachten. Ik moet niet op een rood vakje komen. En dan moet ik nog 1 minigame wachten. Want dan ga ik doen, ik stel ik gewoon een ster. Zo is hij, krijg ik weer een beetje glam. Ik moet eigenlijk van Waluigi jatten, want de kans is heel erg aanwezig dat Waluigi de coins dan gaat krijgen. Dus ik denk dat ik Waluigi moet jatten. Doe je nog wat? Echt, de brei, wat doe je zo lang over, jongen? Oh, waar, gooi alsjeblieft 2. Dank je. Ik moet niet van Wario jatten. Ik moet Wario zijn ster jatten. En hij is het eerste. En hij kan van mij nu winnen op coins. Iedereen kan eigenlijk winnen van mij op coins waarschijnlijk. Aangezien ik daar geen munten meer over heb, maar oké. Okay. Even kijken, waar komt hij te staan? Oké, okay, duidelijk. Oh, wacht, ik heb een idee. Ik gebruik de mini-mushroom. Ik weet niet waar dat mij gaat brengen. 1, 2. Oh, daar gaan we niet heel veel brengen, denk ik. In de zin van, ik denk niet dat dat bij... Want ik wil ook nog achter die K eindigen. Ik krijg in ieder geval geen munten verlies. Oh, nou die K. Mooi. Hij kan mij tenminste niet nakken, tenminste. Boink. Oh, dat doet hij nu ook niet. Oké. Okay. Nu, ik moet de volgende minigame winnen. Iedereen de ster behalve ik. Ik ga Wario zijn ster nakken. Hop, hop, hop. Dat is twee keer net goed gegaan. Maar alleen niet aan mij. Oké. Okay. Wario, nokken! DK, raak van mijn neus weg! Ja, ik weet wat jullie denken van... Je hebt niet echt geholpen de vorige keer. Maar hey. Ik leef het is beter dan, dan die twee sukkels moeten overlaten. Ik ga wel eens hierheen. Hij focust mij volgens mij een beetje. Oh jee, kijk, dat bedoel ik. Wario, rot op met je dikke kutkop. Wario, rot op met je vieze vuile kutkop. Hoppakee, nu hebben we tenminste wel de streep gehaald. Nu kunnen we ons plan ook uitvoeren. Of we moeten opeens 5 minuten verhoogd zijn, want dan ben ik knight.
Maar waar heeft de meeste munten? Dus ik denk dat waar ik die coins zou krijgen, dus daar heb ik niks aan. Wat ik nu, waar ik nu, het enige wat eigenlijk niemand, mag een tweede ding krijgen. Oh nee. Hij gaat hem, als je mij gaat gebruiken, dan ben ik genaaid. Oké, minimum. Oké, ik kreeg eigenlijk al een lichte hartaanval eigenlijk. Oh, ik dacht echt al even een seconde. Oh shit. Maar eigenlijk iedereen gebruikt een item. Hij gebruikt geforceerd de mini-mushroom. Luigi heeft zijn mini-mega hammer gebruikt. Ik gebruik de bal. En Donkey Kong gebruikt dadelijk denk ik zijn mega mushroom. Want die heeft twee man die kan nakken. Nou, huppakee, dan maar geen munten. Waar wil jij randje sterk, kwijt vriend? Huppakee. Nu staat die laatste. Oh, ik had het gewoon letterlijk een ronde eerder kunnen gebruiken, al als de game die zo'n bitch was geweest. Kom ik hier weer uit. Nou, die keer kan mij in ieder geval niet raken. Alhoewel, dan niet uitgemaakt, maar dan nog. Dan pakt hij echt, als hij vier gooit, pakt hij 10 munten van Waluigi af. Hij had hem, Wario had beter één plek verder kunnen staan, dan had hij Wario ook gelijk gehad. Ach ja. Nou, dat heeft hij er sowieso wel uit. Zijn vier rondjes. Nou jongens, dat was een leuke ronde. Laten we hopen dat we dit op het laatste moment nog over de streep kunnen trekken. Ik sta echt derde, alleen maar puur de munten dat die kind me sterk genakt heeft. Ik had nu gewoon twee sterren kunnen hebben als die kind niet zielig was geweest. Long Claw of the Law. Ik ben lang blij dat deze is niet Mario Speedwagons. Dat is ook leuk, Mario Speedwagons op de allerlaatste fucking dingen. Ik denk dat die Kezen. Ik denk dat Wario zijn munten wel binnen heeft. Waarom wacht hij zo? Kom op! Even kijken, wat. Lekker! Oh, ik ben al lang dat ik die switch gemaakt heb naar links. Nou, we hebben dit even goed afgesloten, jongens. We hebben munten! We hebben munten! Yay! Maar jongens, we gaan de ceremonie in. Even kijken. Oh jongens, ik hoop echt heel snel dat dit voorbij is, want ik heb echt geen zin meer in Ja, dankjewel Wario voor je ster, trouwens. Want ik heb eigenlijk ik begin langzaam zeker een beetje klaar te zijn met deze game. Oké, minigames. Wou ik zeggen, dat moet ik wel zijn. Voor mijn coins moet ik het niet hebben. Ik moet er eigenlijk voor zorgen dat hun nu geen geen tweede dingen krijgen. Ja, dat had ik verwacht. Daarom heb ik hem ook voor Wario gejat. Want ik wist dat hij deze zou krijgen. Oké, fijn dat je hebt niks. Deze is natuurlijk spaces. Yes! Dan heb ik gewonnen. Oh, jongen. Dit is een hele fucked up win, jongen. Oh, dit vind ik toch partij heerlijk. Oh, jongens. Oh, ik heb zoveel paupergeluk! Ik heb echt zo tering veel geluk in deze match. Oh.
Dit wordt niet gebeurd nu, volgens mij, toch? In de Mario Party? Tenminste, help me even herinneren of dat het eerder ook zo was. Dit was nog spannend! Dit was heel spannend, jongens. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet zeker even dat ik het mocht doen. Abonneer ook nog even als je dat niet gedaan hebt. Zou ik enorm waarderen. En tot volgende week!